Goedemorgen. Uh, nou, dat is makkelijk. Dat is alvast één kaartje. Um, ja, ik, uh, ik ga proberen u uh, vanochtend uh, na het feest van gisteravond uh, wakker te krijgen door iets te vertellen over uh, waar we naartoe gaan en, uh, um, en, 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 en wat, er, uh, wat er gaat gebeuren in onze wereld. Dat is natuurlijk veel te veel om in twintig minuten te doen, dus het is uh, uh, per definitie een, uh, is het beknopt. Maar wat ik over zou willen brengen is verandering. We moeten veranderen, en dan bedoel ik niet alleen SURF of SURFnet, dan bedoel ik onze hele uh, sector van hoger onderwijs en onderzoek. Uh, de manier waarop onze gebruikers werken gaat veranderen, en dat betekent dat wij als dienstverleners daarvoor ook met z'n allen moeten gaan veranderen. Laten we eens kijken naar die gebruiker, die gebruiker die bepaalt zelf. Tegenwoordig wat hij gebruikt. Je kunt nog zoveel willen dat die gebruiker inderdaad die software gebruikt, die tool gebruikt, uh, maar die gebruiker die bepaalt zelf welk device die gebruikt, welke identity die gebruikt, welke storage die gebruikt en welke software om, te, om uh, samen te werken die gebruikt. Uh, die gebruiker die is gemotiveerd door de mensen met wie die wil communiceren, met de mensen om hem of haar heen, de mensen met wie die moet samenwerken, uh, of in zijn, privé, uh, in zijn of haar privéleven, de mensen in uh, de omgeving. Want dat werk en dat privé, wat bij vorige generaties nog heel erg strak gescheiden was, nine to five en de rest was privé, is dat tegenwoordig natuurlijk al lang niet meer zo. Er wordt Heel veel privé en werk door elkaar heen gedaan. En uh, de hele generaties die er nu aankomen zijn niet anders gewend dan, uh, dan dat te doen. Als je dan wat in gaat zoomen, heel specifiek op hoger onderwijs en onderzoek, wat je dan ziet is dat het uh, voor degene die die faciliteit op het gebied van ICT moeten leveren, natuurlijk heel vervelend is uh, of heel lastig is. Of je kunt het andersom zeggen, een prachtige uitdaging is dat je daarmee te maken hebt. Daar komt nog eens bij dat zo'n netwerk bijvoorbeeld bij een, een universiteit, hogeschool, MBO, universitair medisch centrum, researchinstelling, natuurlijk niet homogeen gebruikt wordt. Het wordt niet alleen gebruikt voor research, het wordt niet alleen gebruikt. Uh, voor onderwijs. Het wordt net zo hard gebruikt door uh, studenten en onderzoekers en docenten om uh, even wat uh, uh, kattenvideo's te bekijken. En het wordt net zo goed gebruikt om uh, het bedrijfssysteem overheen te runnen, uh, de financiële administratie, studentenadministratie en dergelijke. Um, en dat in een wereld. Uh, tegenwoordig, waarbij ook nog eens een keer de financieringstromen door onze overheid op een heel andere manier georganiseerd worden. Er is steeds minder geld in die eerste geldstroom beschikbaar. Dat geld kwam altijd wel op een veilige manier ook bij de ICT-afdeling uh, terecht. En nu gaat het steeds meer dat geld verschoven worden. Dat volgt de persoon. Zoals dat heet. Het volgt de student het geld. Het volgt uh, de onderzoeker. Het komt via NWO in budget uh, terecht. Dat betekent dat die onderzoeker wel moet gaan betalen langzamerhand voor wat hij gebruikt. Maar dat betekent ook dat je als ICT-afdeling niet meer straks die stabiele inkomsten hebt waarvan je eigenlijk altijd wel uitging. Ja, hoe gaan die gebruikers dan, uh, dan werken? Laten we eerst eens even naar de studenten kijken. Uh, studenten die, uh, die willen gewoon overal kunnen werken. En uh, als u zegt, ja bij, mij, bij ons is dat nog niet, dan betekent dat waarschijnlijk dat de populatie van uw instelling nog redelijk in de buurt van de 55 plus zit. Uh, maar als ik kijk naar mijn drie puberdochters en hoe die hun huiswerk doen en hoe die werken, dan, uh, dan zie je de meest verbazingwekkende taferelen. Uh, over waar ze uh, op, door middel van wifi uh, dan wel uh, 3-4G uh, bezig zijn uh, om, om hun zaken te doen. Uh, ook die vermenging is daarbij uh, prachtig. Een van mijn dochters is er een meester in om gewoon in bed te gaan liggen, de laptop op hun zij te zetten en dan zo te werken. Ik zou het niet kunnen, maar je ziet allerlei nieuwe stijlen. Die studenten die er dus aankomen. Dat zijn allemaal mensen die natuurlijk. Digital Tall Natives, zoals we dat uh, noemen. Die zijn geboren, opgegroeid. in een tijd dat internet er was. Als ik mijn dochters probeer uit te leggen. hoe de wereld zonder internet eruit ziet. dan worden ze niet alleen ontzettend bored, zoals zij dat noemen. maar. Ze kunnen het zich ook absoluut niet voorstellen. Dat als je over een onderwerp iets wilde weten, dat je op je fiets moest springen naar de bibliotheek, moest gaan, een encyclopedie moest opzoeken. En daarin. Kijk, kunt u zich die tijd nog herinneren? En dat is toch niet zo heel erg lang geleden, vind ik. Um, maar voor mijn kinderen is het ongeveer hetzelfde. als mijn ouders die over de Tweede Wereldoorlog vertelden. Het is ver weg. Deze generatie die eraan komt. Die weet niet beter dan er is al om internet. En in de Maslow-pyramide zit helemaal onderaan, naast eten en onderdak en kleding, ook wifi. Um, die generatie die wil dus onafhankelijk van tijd en plaats overal bij kunnen. En die verwacht ook overal bij te kunnen. Die verwacht met iedereen te kunnen communiceren vanaf elke plaats. En dat moeten wij op de een of andere manier faciliteren. Als je dan kijkt naar de onderzoekers, een hele andere groep. Dat is een moeilijke groep. Dat is een groep die je individueel moet bedienen. Dat is een groep die maatwerk wil, want die hebben allerlei eisen. En die willen ICT is voor hun puur een middel om hun onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen, op het gebied van de taal, op het gebied van de, 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 de sciences op de beste manier te doen en daar willen ze zoveel mogelijk ICT bij gebruiken. Steeds meer willen ze daar grotere dataverzamelingen aanleggen en die dataverzamelingen die ontaarden steeds meer in wat we in met de generieke term big data noemen natuurlijk en dat vereist nogal wat tools. Dat vereist uh, opslag, dat vereist grote netwerkcapaciteit om dat onderling te kunnen delen en dat vereist allerlei vormen van supercomputing om die data op een zinvolle manier te kunnen verwerken en interpreteren. Um, bovendien heeft de stapelaffaire ons natuurlijk geleerd dat, uh, dat data beschikbaar moet blijven. Data moet je niet zomaar na je onderzoek uh, wegmoffelen, zodat niemand meer kan controleren. Nee, die data moet beschikbaar blijven. Die moet onder goed stewardship met metadata ergens opgeslagen worden, zodat onderzoekers na jou kunnen verifiëren dat die data ook op een juiste manier verzameld, geïnterpreteerd en bewerkt is. En bovendien kunnen andere onderzoekers hun data daaraan toevoegen en misschien door combineren van die datasets weer juist hele mooie nieuwe ontdekkingen doen. Dus je ziet dat NWO aan dat budget wat ze aan die onderzoeken geven ook steeds meer gaan koppelen dat dataopslag geregeld moet zijn, ook nadat het project is afgelopen. En daar zit het nu gelijk natuurlijk een enorme uh, angel. Want uh, het moet bewaard blijven nadat het project is afgelopen, maar daar heeft MBO dan weer geen geld aan gekoppeld. Dus dat moet weer uit die eerste geldstroom komen. Dan moeten jullie als ICT-afdeling maar weer zorgen dat dat geregeld wordt, dat die data ook werkelijk beschikbaar kan blijven. Kijken we eventjes naar de medische sector, de UMC's. Ja, dat, daar zijn de uitdagingen misschien nog wel complexer dan elders omdat je daar natuurlijk sowieso de klinische kant hebt, waar hele strenge beveiligingsregels gelden, privacyregels, et cetera. En je hebt de research kant, waar je juist met open uh, data wil kunnen werken. En waar je uh, zoveel mogelijk data wil kunnen verwerken en, en beschikbaar maken, delen, zoals andere onderzoekers uh, dat doen. En daar komen ontwikkelingen als e-health, m-health. Uh, uh, quantified Self, hè, dat, dat iedereen rond gaat lopen met allemaal sensoren om, om continu data over jezelf en over je lichaam, de toestand van jezelf uh, te verzamelen. Uh, ik weet niet of u die presentatie heeft gezien van de Apple Watch, maar die lijkt wel helemaal op, op M-health afgestemd. Er zitten allemaal sensoren in. Als je daarmee rondloopt, dan, uh, dan wordt er heel veel over je bekend. Dat klinkt eng aan de ene kant, hè, van waarom zou ik al die data verzamelen, maar als je een of andere uh, ziekte hebt waar nog niet echt een oplossing voor gevonden is, dan is het misschien juist een enorme pre. Want als veel mensen die die, die ziekte hebben die data verzamelen, dan geeft dat een bron van gegevens die voor onderzoekers de, de mogelijkheid biedt om natuurlijk oplossingen. Te gaan verzinnen. Maar u begrijpt dat de grootste uitdagingen hier niet zozeer de techniek zijn, maar ethische vraagstukken, juridische vraagstukken, beveiligingsvraagstukken en privacy uh, natuurlijk. De omgeving om ons heen. De omgeving om ons heen. Die verandert natuurlijk gigantisch snel. En dat heeft invloed op alles wat we uh, moeten doen. En uh, als ik het allemaal zou willen noemen wat er allemaal verandert, dan, uh, dan wederom, dan ben ik een dag bezig. Dus ik heb er een paar dingen, pak ik er even uit. Uh, eigenlijk een beetje ongemerkt gegaan. Maar vroeger veranderde de infrastructuur ongeveer hetzelfde: tempel als applicaties. Hè, de volgende versie van Word Perfect, daar moest je toch al gauw een jaar op wachten, zal ik maar zeggen. Uh, nu hebben we de democratisering van de, van de toepassingen gehad. We hebben de app stores en uh, je ziet dat apps nu zo ontzettend snel ontwikkelen. Die gaan veel en veel sneller dan infrastructuur. En uh, het is ook niet meer voorbehouden aan een softwarebedrijf om apps te maken. Elk individu met, met een, een, een motivatie en met wat tijd beschikbaar kan een app bouwen, kan een goed idee omzetten in een, in een stuk software. En dat betekent dat het ook dat dat heeft ook impact op onze wereld, want die apps die worden opgepikt, die worden wel gebruikt, die worden kort gebruikt, die worden weer weggegooid of die, die slaan aan, die worden een hype, die worden juist intensief gebruikt. En hoe hou je dat allemaal bij? En moet je dat allemaal wel bijhouden als ICT-afdeling? Dat uh, zijn vragen waar we het straks in het panel ook zeker over gaan hebben. Snowden is gekomen en Snowden heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Uh, voor die tijd was iedereen zich wel van bewust van, nou ja, we moeten een beetje uitkijken waar we onze data neerzetten en, uh, en dergelijke. Uh, Surfnet heeft nog uh, een paar maanden voor Snowden een prachtig rapport gepubliceerd, vind ik zelf, over de implicaties van de Patriot Act, de Amerikaanse uh, antiterrorisme wetgeving, op uh, cloud services van Amerikaanse bedrijven. En toen kwam Snowden. En toen, wat Snowden heeft gedaan, is, is veel meer het bewustzijn creëren dat het van belang is waar je data neerzet. He, dat, je kunt wel zeggen dat Google zijn datacentrum in, uh, in Groningen neerzet en dat het een prachtige hoeveelheid he, vier hectare is en dergelijke. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarmee met die data alleen maar onder de Nederlandse wet vallen. Ze vallen omdat hun hoofdkantoor in Amerika staat, nog steeds onder de Patriot Act en zijn daarmee gewoon, als om het maar eens even... zo te benoemen, chantabel... omdat de Amerikaanse overheid ze onder druk... Uh, kan zetten om data... op te leveren. Je ziet dan ook in een recent onderzoek... Uh, wat uh, NTT... heeft gedaan, het Japanse uh, grote... telecomreus, die heeft onderzoek gedaan... onder CIO's all over the world... van bedrijven, of zij... effect uh, zien van wat... Uh, Snowden uh, gebeuren en... 93% van de Europese CIO's, 93%, zegt dat ze voortaan hun data alleen nog maar op Europese bodem wil gestoord hebben, maar ook bij Europese bedrijven. En dat is nogal een impact op onze industrie. Dat heeft ook effect gehad natuurlijk binnen, uh, binnen onze wereld. Dat effect is eigenlijk heel duidelijk zichtbaar geweest. Uh, Corno heeft daar gisteren uh, een, een, een mooi uh, voorbeeld van gegeven met Surf Drive. Ik denk dat uh, misschien niet doorslaggevende drijven, maar zeker een stimulans voor Surf Drive is geweest. Dat hele Snowden-effect. Een, een, een ander effect wat Snowden heeft gehad, wat mij persoonlijk heel erg aan het hart gaat, is internet governance. Internet governance betekent wie gaat er nou eigenlijk over, over het internet. Nou, er gaat eigenlijk niemand over natuurlijk, want het internet is een verzameling van vrijwillig samenwerkende netwerken. Maar uiteindelijk moet er veel gecoördineerd worden, moeten er veel afspraken gemaakt worden. En wie maken die afspraken, wie is daarvoor verantwoordelijk? Tot nu toe ging dat altijd bottom-up, maar sinds Snowden. En zeker ook sinds die Arabische lente zijn er steeds meer overheden die zich daarmee willen bemoeien. En er is een enorme trend gaande dat overheden zeggen: laat ons dat maar doen, laat ons die internet governance nou maar doen, wij zijn overheden, wij weten hoe we moeten besturen en jullie burgers en bedrijven weten eigenlijk nergens van, dus laten wij dat nou maar doen. Um, ik denk persoonlijk dat dat een heel slecht idee is. Want dat leidt onherroepelijk tot nationalistisch gedrag. En als het internet één ding niet is, dan is het nationalistisch. Het internet is juist wereldwijd. En dat is precies de kracht van het internet. En dat is precies de kracht van het internet die onze studenten, docenten en onderzoekers nodig hebben. Dus het is waard om daarvoor te vechten dat het internet open, toegankelijk en betrouwbaar blijft. En dat gaat niet vanzelf. Overheden zetten hier zwaar op in, dus je moet ook zwaar tegengas geven. En we stoppen daar een hoop tijd in. Persoonlijk stop ik daar ook een hoop tijd in. Om te zorgen dat we die discussies aangaan en dat we op allerlei fora bevechten dat het internet governance een zogeheten multi-stakeholder aangelegenheid blijft. Dat betekent dat alle belanghebbenden een stem krijgen en die stem ongeveer even zwaar telt. En dat betekent dat overheden dus wel een stem hebben, maar niet dé stem hebben. Wat moeten wij nou doen als we gaan kijken tussen Surf, Surfnet en de ICT-afdelingen? En dan ga ik een heel checklistje even snel af en uh, daar pak ik een aantal punten uit. Uh, ik ga het over hebben over netwerk, draadvrij, ik ga het hebben over identity, ik ga het hebben over services, ik ga het hebben over onderwijs en last but not least, hoe zouden we dat moeten organiseren? Wat je, wat je me niet hoort noemen is natuurlijk beveiliging. En dan kun je zeggen van ja, maar dat is toch heel erg belangrijk? Ja, dat is zo belangrijk, dat hoort in al die dingen te zitten. Het netwerk. Bij het netwerk zou je kunnen zeggen van uh, Surfnet, jullie hebben al die tijd heb je steeds sneller netwerk gekregen. We zitten nou aan de 100 gig, is het niet langzamerhand uh, de rek eruit? Hebben we nou echt nog de volgende stap nodig? 400 gig, een terabit per seconde? Uh, of uh, hebben we nou wel bereikt wat we ongeveer als maximum nodig hebben? Nou, ik, ben, ik, ik denk dat we wel aan het afbuigen zijn in de kromme, maar we zijn er nog zeker niet. Natuurlijk, door big data is er steeds meer vraag naar, maar bovendien. Als je, uh, als je recente uh, metingen daarover, uh, die net door Inder Monga ook werden gepresenteerd op de Noordinet-conferentie, ziet, dan zie je dat als je een 10-gig-lijn hebt, bijvoorbeeld 10 gigabit per seconde, dat uh, je daar heel dicht bij die 10 gigabit komt als je daar prachtig één stream op zet en het een perfecte lijn is zonder enig packet wat dropt. Maar als je maar 0,000023% packet drop hebt. En je gaat dan meten en te gevolge van de protocollen TCP/IP. Let wel, die protocollen zijn gebouwd begin jaren 80. doen was een gigabit per seconde was science fiction. Maar als je dat dus uit gaat plotten, dan zie je dat de capaciteit bij zo weinig packet loss bijna omlaag gaat naar ongeveer 1 gigabit per seconde. Dus dat betekent dat je 90% van je capaciteit van je lijn raak je kwijt zodra je die packet loss hebt. Dus als je een lijn hebt van 10 gigabit waar honderden misschien wel duizenden gebruikers op zitten... dan begrijp je dat de kans dat er packet drop is, die is heel groot. En dat betekent dat de capaciteit van je lijn heel erg omlaag gaat. Dus die, die, um, die throughput, zoals dat heet, die, die zal ons dwingen naar twee dingen. Eén, lichtpaden. Dan kan je tenminste jouw stuk verkeer op een goede manier afzonderen... en dan hou je die uh, hele capaciteit voor bijvoorbeeld jouw verbinding naar een research uh, faciliteit... En de tweede is, we zullen naar meer 100 gigs moeten om gewoon de totale capaciteit omhoog te doen. Nou ja, dan kom je tegen allemaal interessante limieten aan. Uh, en, en, en allemaal beperkingen: optica en dergelijke. Uh, dus we moeten ook gaan kijken naar nieuwe paradigma's. Want als wij alleen maar die capaciteit omhoog gooien, dan kost het alleen maar meer geld. Uh, 100 gig verrijst meer power, verrijst weer meer floor space en dergelijke. Dus alles wordt dan duurder als we dat moeten doen. Dus we moeten echt naar nieuwe modellen toe. We moeten gaan kijken, we moeten naar slimme oplossingen kijken. En misschien is software-defined netwerking een oplossing. Alhoewel ik soms het idee krijg dat het een oplossing is op zoek naar een probleem. Um, en misschien is uh, software-defined exchanges een oplossing. Wat uh, de nieuwste uh, uh, mode creet is. Uh, Misschien ligt de oplossing in een future internet, een nieuwe versie van het internetprotocol, zodat uh, retransmissions een stuk uh, minder zijn. Wij zullen dat als Surfnet allemaal proberen uit te zoeken met jullie samen en daar verstandige beslissingen in te nemen. Gaan we even kijken bij draadvrij. En ik zeg even expres draadvrij, want degene die een laptop op een schoot hebben, moeten maar eens in Google intypen wirefree. En dan op afbeeldingen, Google afbeeldingen, wirefree. Doe dat maar eens. Dan uh, zie je waarom ik het over draadvrij heb. Um, Waas, Wireless as a Service. Wireless as a Service um, is een van de vragen die wij van onze klanten krijgen. Het wireless, ik zei het net al, dat wordt steeds belangrijker. Studenten gebruiken dat steeds meer. Maar het managen van alle frequenties op je campus. Het zorgen dat de ene access point niet interfereert met het andere. Dat je die volledige capaciteit aan kan. Dat je het beheer daarvan aan kan. Dat is geen sinecure. Dus er zijn wat instellingen die uh, ons gevraagd hebben: van SurfNet kunnen jullie ons daar niet bij helpen. Uh, en we zijn nu met een aantal instellingen, waaronder de Hogeschool Utrecht uh, en uh, Rijn IJssel uh, bezig. Om te kijken van kunnen we. Uh, oplossingen vinden in de markt om wireless as a service aan te bieden. Uh, dat gaan we, uh, daar staat nu een tender voor uit, dat gaan we de uh, komende half jaar met die marktpartijen discussiëren en daar zullen we begin 2015 hopelijk proof of concept en dergelijke hebben en uh, daar beslissingen over gaan nemen. Uh, een andere ontwikkeling waar we naar aan het kijken zijn, uh, in een veel bredere context, een Europese context, Géant, dat is het grote Europese project, 40 landen in Europa. Heeft u wel eens met 40 landen geprobeerd consensus te krijgen? Het idee is die. Maar goed, uh, wij zijn met z'n allen bezig om te kijken of we een Géant-Sim kunnen krijgen voor in mobiele telefoons. Dus niet meer een SIM die gekoppeld is aan een provider maar een SIM die onafhankelijk is van providers. Wat het voordeel heeft dat je die SIM direct weer kunt koppelen aan Eduroam, dat je het verkeer makkelijk direct uit kunt koppelen bij de diverse providers waardoor studenten, docenten en dergelijke romen met telefoons met zo'n SIM erin en waardoor je heel veilige manier en goed geauthenticeerde manier access kan bieden rechtstreeks naar het local area netwerk van de instelling. Kijken, wat we op het gebied van identity uh, uh, gaan doen. Dan, bij identity, dat is eigenlijk, vind ik, de sleutel tot alles. Als je al overal waar je over nadenkt, of het over wireless is, over mobiel, of je nou nadenken over samenwerkingsvormen, uh, opslag en, en autorisatie daarvoor toe om um, dingen te doen, dan begrijp je dat identity is, is de key. En um, die identity, wij hebben nu een prachtig systeem binnen onze wereld. We hebben EduGain, uh, waarbij we uh, in, in Europa of zelfs buiten Europa natuurlijk een prima systeem hebben voor federated identity. Uh, daar, daar zitten ook alweer de nodige vraagtekens bij of dit systeem nog verder uitgebouwd moet worden en hoe dat verder uitgebouwd moet worden. Maar aan de andere kant zie je ook dat gebruikers hun identity gewoon hebben in uh, hun Facebook-ID. Hun Google ID en dergelijke. En die identities, daar hebben ze vaak veel meer mee dan met die identities die wij hun geven. En de vraag is dus of je in de toekomst niet gewoon die identity moet laten meebrengen en dat wij alleen nog maar die identity laden met de autorisaties waarvan wij zeggen dat zijn de autorisaties die je hebt. We gaan dus van authenticatie misschien wel veel meer richting autorisatie. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal implicaties, en hoe werkt dat dan, en hoe kunnen we dat nou op een goede en veilige manier doen, en hoe zorg je dat die autorisaties weer weg worden gehaald op het moment dat een student zich uitschrijft? Dat zijn natuurlijk allemaal enorm interessante kwesties die we de komende jaren met jullie op willen lossen. Diensten. De vraag is altijd geweest: wat laten we over aan de markt en wat doen we zelf als, als instellingen en SURF? En. Um, Eigenlijk was tot nu toe altijd de instelling van we laten alles over aan de markt wat de markt kan doen. En uh, we doen alleen het hoogst noodzakelijke. Daarnaast doen we natuurlijk zelf. Snowden heeft daar enigszins verandering in gebracht. Of liever gezegd, Snowden heeft een aantal criteria doen bovendrijven. Waardoor die markt een paar dingen gewoon niet meer kan leveren. Als je vereist dat een uh, storage voor jou zo veilig moet zijn dat je zeker weet dat hij niet in. Een, een bedrijf, bij een bedrijf komt... wat in uh, Amerikaans hoofdkantoor heeft... dus niet onder de Patriot Act valt... dan kan je hem eigenlijk... je storage... Niet, anders veel, niet veel anders doen dan hem zelf bouwen. Want zelfs al vind je een prachtig... Nederlands bedrijfje... wat keurig onder de Nederlandse wetgeving valt... en je zet je storage daar neer... het bedrijfje groeit daardoor omdat jij dat doet... en een Amerikaanse gigant die denkt... hé, hey, dat is een leuk groeibedrijfje... laten we die maar eens even kopen. En vervolgens... Moet jij je hele storage weer gaan uh, verplaatsen? Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we naar een structuur toe dat we daar op een zinvolle manier uh, mee omgaan binnen onze omgeving? Als iedereen zijn eigen storage faciliteiten gaat bouwen, dan wordt het erg duur. Dus hoe gaan we dat met z'n allen doen? Hoe doen we dat op een, wat mij betreft, uh, federatieve manier? En daar kom ik zo nog wel even op terug. Hoe maken we nou al die diensten die wij hebben net zo makkelijk beschikbaar als dat de markt uh, doet? Hoe bouwen wij een app store voor onze klanten? zodat we nog enigszins kunnen concurreren met wat uh, al onze studenten, docenten, onderzoekers zo makkelijk bij kunnen in de app store of marketplace? Uh, daar gaan we ook de komende tijd uh, aan werken. Surfmarket heeft daar natuurlijk al heel veel stappen gezet uh, met, met Surfspot. We gaan dat nog verder uitbreiden. We gaan kijken hoe we alle onze diensten daarin kunnen hangen als Surffamilie en hoe we die op een hele eenvoudige manier en volledig geïntegreerd beschikbaar kunnen maken. En met geïntegreerd bedoel ik dat als je Computing capaciteit en storage capaciteit aanklikt. Dat je automatisch ook een lichtpad ertussen krijgt, zodat je makkelijk die uh, spullen van je storage naar je computing kunt verplaatsen. En vice versa. Alles natuurlijk betrouwbaar aanwezig, makkelijk. He, maar betrouwbaar heel erg belangrijk. Onderwijs. Onderwijs is misschien wel het gebied waar. Ik in ieder geval hoop dat de komende jaren de grootste veranderingen gaan plaatsvinden. Onderwijs is inherent conservatief. Uh, de, de wijzigingen in onderwijs die lopen ver achter bij uh, de wijzigingen uh, in de rest van de wereld. Uh, op de afgelopen Terena-conferentie zei een keynote speaker het als volgt. Die zei van, zou u naar een hersenschirurg gaan die nog werkt met materiaal van 50 jaar geleden? Nee, dat zou u niet, maar u stuurt wel uw kinderen... Naar een school die nog precies werkt op de manier waarop ze 50 jaar geleden werkte. En uh, daar moet een hoop veranderen. Uh, de skills. De, 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 wat, wat, ki wat kinderen getraind uh, leren op, op uh, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, moet aangepast worden aan onze tijd. 21st century skills is daar de populaire term voor. Dat betekent meer creativiteit, meer leren hoe het internet onder de, een integraal onderdeel is van het leven. Hoe vind ik dingen? Hoe check ik bronnen? Hoe weet ik hè, dat niet één bron is niet goed is? Hoe vind ik een tweede bron? Hoe leer ik daarmee omgaan? Dat soort dingen moeten geleerd worden. En hoe werk ik in teams, multidisciplinaire teams, als je hogerop in het onderwijs gaat? Onderwijsvernieuwing bij MBO, HBO en, en universiteiten is gelukkig wel wat verder, maar ook daar is nog een hoop nodig aan verandering. Uh, om maar een voorbeeld te noemen uit mijn eigen veld. Uh, we hebben laatst een inventarisatie gedaan van de uh, informaticaopleidingen op, uh, op MBO-niveau, HBO-niveau en uh, universiteitsniveau. En ik kwam er tot de bedroevende conclusie dat er maar drie opleidingen waren in heel Nederland waar IPv6 in het pakket zat. U zal denken, nou dat is toch prima, want IPv6 wordt nog nergens gebruikt. Maar ik ben ook voorzitter van de Nederlandse IPv6 Taskforce en ik vond het een verdomd teleurstellend resultaat. Um, MOOCs. Modewoord van, uh, van onderwijs op het ogenblik. Onze minister uh, Bussemaker. die uh, kan geen speech geven. zonder uh, uit te leggen wat MOOCs zijn. en hoe mooi dat is. Uh, ja, maar dat brengt nogal wat met zich mee. En dat brengt meer met zich mee. dan een videocameraatje neerzetten. een college opnemen. Uh, en dat maar online zetten. Nee. Je moet een college online zetten. En dat is iets anders dan een videootje online zetten. Dat vereist nadenken over een structuur. Dat vereist nadenken op een goede manier neerzetten. Dat vereist nadenken over licenties. Welke doelgroep wil je ermee bedienen? Met wie ben je aan het concurreren? Dat zijn hele andere dingen dan in een besloten ruimte met mensen die zich hebben ingeschreven, maar een college geven. Dat betekent echt op een hele andere manier mee omgaan. En ook daar geldt natuurlijk economy of scale. Als we allemaal in Nederland onze eigen MOOCs gaan ontwikkelen, onze eigen manier dat uh, apart gaan doen. Dan zijn we, denk ik, op de verkeerde manier bezig. En dan heb ik het nog niet over digitaal toetsen. Digitale leren werkomgevingen. Uh, anders dan alleen maar een blackboard. En uh, di digital anal uh, analytics. Learning analytics en uh, and, and academics. Uh, he, wat wordt er met die cijfers gedaan? Hoe kunnen we ons onderwijsprogramma verbeteren? Hoe kunnen we een student volgen in zijn ontwikkeling en dergelijke? Zaken die de kwaliteit van het onderwijs zeker zullen verhogen. Nou, om al dit soort uitdagingen te adresseren, gaan wij vanaf 2015 uh, innoveren in uh, programma's. En niet meer Surfnet-programma's, maar Surf-programma's. Dus dat is een significante wijziging. Tot nu toe innoveerden SARA, Surfnet en Surfmarket eigenlijk relatief los van elkaar. Dat was de laatste tijd gelukkig al, al wat minder. We hebben SurfDrive samen Surfnet-SARA ontwikkeld. Wij hebben uh, SurfConnect ontwikkeld, Surfnet-Surfmarket. Dus die samenwerking kwam al op gang, maar die wordt nu gewoon geïnstitutionaliseerd. Er komen nu Surfprogramma's die uitgevoerd worden door de drie werkmaatschappijen. Ik neem u even heel snel als laatste door deze programma's heen mee. Uh, we hebben een, uh, onder het thema federatieve infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek, uh, hebben we een programma verbindende infrastructuren. Dat zal zich met name richten natuurlijk op het netwerk en uh, op het, uh, het wireless daarin. Er is een. Uh, surfnet zal dat trekken, maar nogmaals, andere werkmaatschappijen werken daarmee. We hebben een programma Reken- en Data-infrastructuren. Uh, dat zal getrokken worden door SARA. En waarin we uh, ons op gaan focussen om, om die hele stroom van big data. om te zorgen dat we daar de juiste tools op een eenvoudige manier voor beschikbaar hebben. En dan hebben we het spannendste programma in mijn ogen. geïntegreerde, federatieve e-infra. Alleen al omdat je het bijna niet kan uitspreken. En. Um, het, wat we daarmee bedoelen is eigenlijk wat ik net zei. Hoe gaan we nou als zustermaatschappijen als, als naar de buitenwereld één gezicht, één smoel trekken en zorgen dat als iemand uh, Hadoop nodig heeft, omdat hij een heleboel data heeft, dat hij maar op één knop hoeft te klikken en dat hij dan alle faciliteiten in onze infrastructuur die nodig zijn, lichtpaden enzovoorts, dat dat allemaal geregeld wordt met die ene druk op de knop. Dat bedoelen we met geïntegreerd. We hebben het thema optimaal omgaan met data, waarin we ons concentreren op een programma duurzame data. Dat past bij wat ik net zei van uh, Diederik Stapel: hè. hoe bewaren we die data langer dan dat een uh, project uh, loopt. Uh, we hebben een zwaar uh, thema onderwijs op maat, waarin we een, uh, een, een programma bezitten wat, wat allemaal aspecten heeft die ik net ook noemde: toetsen, analytics, uh, leer- en werkomgeving. En, uh, en, en alles rondom, uh, rondom MOOCs. Uh, we hebben een thema uh, onderzoek met impact. impact sorry. Uh, uh, daar kijken we naar uh, uh, de voorzieningen die onderzoekers nodig hebben. En de samenwerkingsomgevingen die onderzoekers nodig hebben. Uh, dat zal uh, Surf Sara trekken, zo'n programma. We, hebben, we kijken ook natuurlijk naar open access. Een van de hot topics uh, onder research is hoe publiceer ik in open access. En we kijken hoe we dat kunnen faciliteren. Uh, Surf market zal daar in de, uh, in de lead zijn om dat uh, te, te trekken. Uh, we hebben een uh, topic betrouwbare en veilige omgeving. Ja, ik denk dat spreekt voor zich. Dat is een, een, een onderwerp waar je echt veel aandacht aan moet blijven besteden. Surfnet zal dat uh, trekken. En dan hebben we nog... Uh, een programma Efficiënte Bedrijfsprocessen, wat Surf Market trekt, waar we uh, kijken naar de bedrijfsprocessen van de instellingen, hoe we die kunnen faciliteren. En het laatste programma richt zich op duurzaamheid en energiegebruik. En Surf Sara zal daar uh, de lead in hebben om te zorgen dat ook onze eigen systemen, maar ook jullie kunnen helpen om uh, gewoon efficiënter met onze energie om te gaan. Rest mij nog één onderwerp als laatste en dat is hoe organiseren we dit allemaal? Ik denk dat om dat te organiseren, we af moeten van één heel moeilijk iets. En gisteren zei die, die, die cabaretier die hier was, die zei dat alleen vrouwen daar last van hebben. Ik wou dat nu even corrigeren. Vrouwen hebben daar een hoge mate last van, maar wij mannen hebben daar net zoveel last van. Het is het not invented here syndroom. Het direct, als iemand anders met een goed idee komt, met iets wat werkt, denken... Ja, dat is best wel een goed idee, maar wij kunnen dat wel beter. En dus maken we onze eigen versie. Daar moeten we van af. En we zullen meer met z'n allen moeten doen om die kosten omlaag te brengen en die economy of scale gewoon omhoog te brengen. En dat betekent niet: dit is niet een pleidooi van laat surf alles maar doen. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Het is een pleidooi om het federatief te doen. Dat wil zeggen dat als uh, uh, ROC Midden-Nederland. Iets een dienst heeft op het gebied van MOOCs. Ik noem maar even een voorbeeld. Die gewoon heel goed werkt, dan moeten we faciliteren dat ROC Midden-Nederland die dienst ook buiten het ROC aan andere ROC's en misschien zelfs aan hbo's beschikbaar kan stellen. Dat bedoel ik met een federatieve manier van werken. Wel centraliseren, maar niet zozeer centraliseren op één punt. Maar centraliseren decentraal als u mij nog kunt volgen. Um, dat betekent dat. Voor ICT-afdelingen gaat de rol gaat van een beheersrol vaak naar een regierol. Hoe regisseer ik nog dat al die zaken voor mijn klanten beschikbaar zijn? Wij proberen daar ook hard in te ondersteunen. Uh, we hebben allemaal ondersteuningsprogramma's uh, binnen SURF, waar we de komende jaren mee gaan werken. We hebben support voor research, waar we researchers al. Helpen om, om te leren hoe je, uh, hoe je moet omgaan met de e-infrastructuur. En natuurlijk speelt ook bijvoorbeeld onze zusterbedrijf uh, E-Science Center daar een geweldige rol in. Die heel goed laten zien hoe je met de verschillende e-infrastructuur tools wetenschap kunt doen. Federatief, dat is voor mij het woord. We moeten het met z'n allen doen en we moeten samen uitvissen hoe we dat het makkelijkste kunnen doen en het best kunnen combineren. Dank u wel voor uw aandacht. Danke.